Wij hebben ervoor gekozen om het volledige budget van de overheid in onze kinderen te steken, zodanig dat de koala-test ludiek genoeg blijft. We hebben gehoord dat Zuid-Korea enorm veel ervaring zou hebben met allerlei soorten testen. Dus we hebben vandaag meneer Moon over de vloer die ons een handje zou helpen. Het idee is dat de kinderen onderworpen worden aan verschillende soorten testjes. En als ik het goed begrijp, meneer Moon, naar gelang een niveau krijgen zij dan een groene of een rode kleurcode. 다음으로 우리의 방법이 최고. Yes, yes. Het is voor mij natuurlijk ook een beetje een taaltest vandaag. Waarom een bedrijf uit Azië? Het is algemeen bekend dat die mensen slimmer zijn. 당신의 부교시에. Ah, ik denk dat we gaan beginnen. Dag kinderen. Jullie mogen allemaal achter de gele lijn gaan staan. Morris, jij mag naar voren komen. En jij mag met één been in de hoepel gaan staan. Dan mag je naar voren komen, Morris. En je tekent een lijn van de banaan naar de vuilnisbak. Heel goed gedaan weer, Morris. Je ziet voor jou drie figuren en nu moet jij de parallele pipidoen aanduiden. Ai, Morris, het is niet juist. Het is een rode kleurcode voor jou. Wat betekent dat juist? Seksagi reburu gachonghamnida. Wout, voor jou liggen twee voertuigen en jij duidt de boot aan. Kan jij voor mij de brandweerwagen aanduiden? Rode kleurcode. Duid het paard aan op de tekening. Ziezo, het zit erop. Dank u, meneer Moon, voor uw expertise en wijsheid. Ja, kritiek Kasters zou natuurlijk beweren dat het onverantwoord is om met paintballgeweren op kinderen te schieten. Maar ja, dat is natuurlijk weer typisch die westerse bekrompenheid. Hè. Ah, kijk, daar zijn ze. Ah, Saskia. En, hoe is het geweest? Oh, plezant, jongens. Zeg, ik heb mij als leesmoeder ingeschreven, maar deze is een stukje toffer. Hè. Allee. Maurice, schatje, kom je mee? Kom, naar de voetbal. Hup. Alleen maar lachende gezichten. Daar doe je het voor, hè?